Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Een goede zondagmorgen, rare zondagmorgen. Ik weet niet wat voor zondagmorgen dat het is, maar door alle toestanden die we nu hebben, is het toch wel raar. Wederom, geen voetballen. Al was die wedstrijd waarschijnlijk toch al niet doorgegaan vanwege tegenstanders. Corona. Maar ja, nu. Nieuwe maatregelen. Overigens vandaag helaas maar 3 rondjes. Ik denk toch al met al een beetje een vermoeide week achter de rug gehad. Gisteren weer een hoop stellingen afgebroken bij hetzelfde bedrijf waar ik vorige week die vuizing mee heb gedaan. Dus ik denk dat alles bij elkaar toch net iets te veel geweest is. Maar goed, toch weer 3 rondjes. Wel een aardig tempo, mag ik zeggen. Dus ja, op zich allemaal wel niet heel erg slecht. Maar goed, ik ben toch lekker bezig geweest. Nou ja, dan nu weer even terugkomen op wat ik net al begon. Voetballen is natuurlijk raar. Dat je wel je competitie mag gaan spelen, maar dan niet mag trainen. En dat is toch een essentieel punt, van essentieel belang, dat je gaat trainen. Dat je je conditie bij kan houden, om blessures te voorkomen. Dat is niet altijd. Niet altijd zo, want er zijn natuurlijk ook bij die wel zo ver gaan op de training dat ze soms op de training ook wel blessures oplopen. Maar goed, normaal gesproken is het zo dat je gaat trainen om je conditie op te bouwen, om tactisch te gaan trainen, technisch trainen, noem maar op. Dat zijn allerlei zaken, ja, dat kan er niet doorgaan. Dus hoe kun je dan een hemelsame competitie gaan spelen? Dat gaat niet. Ik weet niet of dat inmiddels op het moment dat ik dit filmpje, deze vlog maak, of dat de KNVB al een bepaalde beslissing heeft genomen met betrekking tot de amateurvoetbal. Ik had in ieder geval gelezen dat sommige wedstrijden die natuurlijk voor 5 uur klaar zijn, wel gewoon doorgaan. Dus de wedstrijden voor vandaag zouden in principe wel gewoon doorgaan. Maar nogmaals, de tegenstander had ik geloof ik iets van een corona geval, dus die hebben het volgens mij vrijdag al of zaterdag laten weten van dat de wedstrijd vandaag niet door zou gaan. Dus ja, dus vandaag hadden we sowieso dan niet gevoetbald. Maar goed, waar het om gaat is in ieder geval het na 5 uur verhaal, het niet meer kunnen sporten. Dus ja, geen trainingen mogelijk. Alleen voor 5 uur. Door de week is het maar een klein deel van Nederland die voor 5 uur nog kan gaan trainen. Ik moet werken tot 5 uur. Dus ja, hey, what's up? Ja, dan kun je natuurlijk zeggen van oké, dan ga je op de zaterdagmorgen met de meiden trainen en dan zondagmorgen met Juliana trainen. Ja, dat kan. Dan ben je nog 1 dag in de week maar bezig. Ja, wellicht dat het voldoende is voor de komende 3 weken. Maar ja, ik twijfel daar een beetje aan of dat het dan wel voldoende is. Tuurlijk, je bent even bezig. Maar ik weet het niet. Op zich klinkt het ding helemaal niet zo slecht, bij in ieder geval gewoon even met die dames bezig, tenminste op de zaterdag dan. En op zondag met Juliana ben je toch eventjes kan trainen, toch nog even wat dingetjes doen. Ja, voor de rest ben je weer op je eigen gang geweest. Maar goed, het zij zo. De komende 3 weken houden we te dealen. Maar goed, het is niet anders. De rest, ja, eigenlijk vrij weinig. Drukke week gehad met werk. Niet dat het iets met corona te maken heeft, maar gewoon in het algemeen druk. Ik krijg een hoop nieuwe klanten erbij. Dus ja, het moet ook weer verdeeld worden. En dat is lastig soms. Maar ik ben blij dat ik het heb. Ik ben blij dat ik het werk heb. Dat ik dingen kan doen. Dat ik niet thuis hoef te zitten. Ik denk dat het tegenwoordig ook best wel een belangrijke issue is. Niet thuis zitten, lekker werken. Toch gewoon eruit.
En dat is het dan. Dat is het dan. Goeie jaar van de week. Ik denk als het een beetje mee zit. Dat ik dan. Wellicht s'avonds een beetje kan hardlopen. Je wilt toch een beetje bezig blijven. Maar goed, we zullen het zien. Wederom een. Ja, een redelijk rustige vlog. Geen spannende dingetjes. Zit eraan te komen. Ja, de verjaardag van mijn vrouw zit eraan te komen. Sinterklaas, dat doen we niet meer aan. We hebben ze te groot. En dan op naar de kerst. We zullen het wel zien. We zullen het wel zien. Oh, ik ben weer wat vergeten. Sorry. Veiligheid vergeten. Of had ik nog wel om? Dat weet ik niet meer. Bah. Goed, maakt niet uit. Ik zeg in ieder geval een fijne zondag. Deze, omdat ik nog niet naar het voetbal hoef, kan ik deze dadelijk meteen al erop zetten. Dus hij staat er nog vrij vroeg op. Dus ik zou in ieder geval zeggen, fijne zondag allemaal nog. Blauw duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Of op ons kanaal. Fabienne zit er nog steeds tussen. Ondanks dat we dan niet zo heel erg veel doen momenteel met een gemengde vlog. Dat ik eigenlijk alleen maar die zondagmorgen vlog doe. Maar dat komt er weer aan. We hebben leuke dingetjes in de planning. Dus dan kunnen we weer gewoon een keer een normale algemene vlog opnemen. Dus nogmaals, ik zou zeggen, fijne zondag. Blauw duimpje omhoog. Even abonneren op ons kanaal. En dan zie je de volgende week weer terug. Ik zeg in ieder geval, ciao.